ziet er dat er niet heerlijk en lekker uit dit. Het ziet eruit als een onwijs lekker badje. Een onwijs lekker badje. En hallo en welkom hier weer bij een nieuwe aflevering hier op mijn kanaal. En zoals jullie weten, we hebben een parkietje. Maar we hebben niet dezelfde parkiet meer, want we hebben een beetje andere. Maar dat is een lang verhaal, dat ga ik jullie dadelijk uitleggen. Maar dit is in ieder geval het vogelbad. Oh, we hebben een vogelbad gekocht, jongens. Dit is namelijk onze nieuwe parkiet. En hij heet... Liefie. Liefie... Ja, ook deze heet weer Liefie. Maar hij heeft een achternaam gekregen deze keer. Ik was even zijn naam kwijt. Dus Lieve Moppie. Dit, dames en heren, is Lieve Moppie. Dag, Lieve Moppie. We gaan Lieve Moppie er nou uithalen. Kom maar, Lieve Moppie. Kom eens even hier, Lieve Moppie. Nee, hier. Kom even. Ja. Nee, Lieve Moppie. Lieve stoute Moppie. Kom eens hier. Stoute Moppie, ja. Kom eens hier. Stoute Moppie. Kom maar, kom maar. Nee. Godverdorie. Lieve Moppie, je bent niet lief meer. Kom maar eens hier. Ja, we kunnen een beter stoute moppie. Ja, ik ben een beter stoute moppie. Ik weet hoe je hem moet haaien. Ja, maar dan zit hij aan de verkeerde kant van de... Ach, moppie. Waarom? Nee, dat helpt niet. Dat helpt niet. Moppie. Oh, jongens. Kom nou eens eventjes. Moppie hier. Moppie, je luistert niet echt, hè? Kom maar, lieve moppie. Kom nou eens hier. Nou, samen met Lieve Moppie. Dit is Lieve Moppie, dames en heren. Lieve Moppie is niet altijd even lief. Lieve Moppie. Kijk eens waar we jou even eens naartoe willen brengen. Naar een heerlijk bad. Kijk eens hier. Oh, Lieve Moppie. Even uitkijken wat hij nou gaat doen. Gaat hij in bad? Ga je in bad? Kom lekker in bad. Hey. Oh. Dat is niet het bad. Lieve Moppie, dat is niet het... Nee, dat is niet het bad. Volgens mij heeft Lieve Moppie helemaal geen zin vandaag in het lekkere bad. Nou, hier hebben we Lieve Moppie weer. Dat is Lieve Moppie, dames en heren. Lieve Moppie ziet er anders uit dan de vorige. Maar onze vorige parkiet, Liefie, die is weggevlogen. Want iemand was zo slim geweest... Die zegt van, ik doe de voordeur open. Maar die was vergeten om ook even deze deur dicht te doen. Dus dat heeft Liefie gedaan. Die vloog van het ruitje dat daar zat, daarboven. Hè? Die vloog zo, woppetee, zo hier de gang door, zo de voordeur uit, zo weg. Wop, weg Liefie. Dus met andere woorden, vorige Liefie heeft ons verlaten. En daarvoor hebben wij nu deze Liefie, hebben we daarvoor in de plek gekregen. Is nog niet zo tam, hè poepie, lieve moppie. Is nog niet zo heel erg tam. Maar goed, het is wel een mooie tweede opvolger. Het is een regenboogparkiet, dus anders dan onze grasparkiet die we eerst hadden. En, ja. Hij is nog een klein beetje ziekjes. Hij is een beetje regen. Ja, dus, maar ja, goed. Ik ga niet zeggen wie het was die de deur opengelaten heeft. Mijn vrouw, echt, als je kijkt, Jolanda. Niet meer doen, hè. En we gaan hem nu weer eens even kijken of hij in bad wil. Kijk eens, hey, dit is de camera, jongen. Dit, wat vind je van de camera? Dit is de camera. Dat is de camera. Zie je dat? Dat is de camera. Hallo camera, denkt hij. Hallo camera, hallo camera. Ja. Yeah. En dan gaan we nu eens kijken of Liefie in bad wil. In bad? Nee, joh. Hij heeft geen zin om in bad te gaan. Nee, mama, hij... Ik denk dat hij toch wat tammer moet gaan worden voordat hij ons badje in wil. Hij moet. Ja, maar als hij niet wil, lieverd, dan gaat hij niet. Nou, waar ben je, liefie? Kijk, daar zit hij weer op bij het ruitje. Hij weigert in bad te gaan. Nou, kom op, lieverd, kom op. Volgens mij heb jij helemaal geen zin, hè? Lieve moppie heeft helemaal geen zin om gewoon ook waar dan ook... Hè? Helemaal kleddernat te worden, heeft hij helemaal geen zin. Geef toch niet? Hey. Heb. We gaan gewoon lekker het vogelhokje in. Want je bent nog een beetje bang, hè?
En dan zien we jullie weer de volgende keer weer terug met z'n allen. Wat zeggen? Tot de volgende keer.